Ik ben niet op zoek naar sieraden, ik ben op zoek naar een zoekkom. Mijn naam is Martin Boksveld, ik ben wijkagent op onderzoek. Bijna 6 jaar, ruim 5,5 jaar. Ik doe het met heel veel plezier. We gaan naar een 82-jarige meneer toe. Die meneer die is slechtziend en alleenstaand. En dat is een prachtig mooi doelwit als het gaat om criminaliteit en ook voor sociaal welzijn en een heel goed adres. Iedere woensdag probeer ik dit te doen. En nou ja, weet je, de reacties zijn altijd hartstikke leuk. En ik vind het ook heel erg goed dat toevallig de familie er ook is. Dus ik sla 2 vliegen in 1 klap. En ik ben van mijn zoep af en ik ben van mijn voorlichting af. De reden waarom we hier zijn heb ik u afgelopen maandag uitgelegd. Hè. Dat heeft eigenlijk te maken met een stukje weerbaarheid als ouderen. En met name over preventie, babbeltrucs. Wie krijg je aan de deur? Is je huis goed beveiligd? En hoe kun je bepaalde zaken voorkomen? Maar er zijn dus wel mensen die dus aan de deur komen. Met een prachtig mooi verhaal, hè? En die een legitimatiebewijs hebben en die met u het gesprek aangaan en vervolgens bij u in de woonkamer staan. Nou stoot uw zwager stoot mij aan, hè? En die gaf de hint mee over dat touwtje uit de brievenbus. Hè? En ik zag ook al dat u eigenlijk de voordeur open doet. Maar dan heb ik al gezien wie er voor staat door het ruitje. Ja, en als er nou een overdag een meneer met een koffertje of een aktentas onder zijn arm staat, hoe doet hij dat dan? Dan kan hij daar ook blijven staan waar u staat. Ja, maar dan doet hij wel de deur open. Ja, die deur is open. En wat meneer ook al aangeeft van als ik niet weet wie het is, dan laat ik hem gewoon voor de deur staan. Ja. Nou, netjes toch? Ja. Als het belangrijk is, dan stopt die meneer wel een kaartje in de brievenbus met een telefoonnummer van welke instantie die is. En dan kunt u later contact opnemen. Dat gebeurt natuurlijk ook dat u even 2 tellen afgeleid bent door een derde persoon. Ja. Dat je je omdraait en dat je met de rug naar je tas toe staat. En als je dan bij de kassa komt vervolgens om af te rekenen. Dat je of je pinpas weg is, of je portemonnee weg is, of je sleutels weg is, ja. En dat soort zaken. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. En vorig jaar liep ik, naar de buurvrouw om de krant in de bus te gooien. Maar er liep daar een man en een vrouw. En die komen naar me toe en ze woonden hier. Ik zeg ja. Ze zeggen, we zijn offerte voor het schilderwerk, voor de woningbouw. Ja. Ik zeg, offerte? Ze zei ja, dan moeten we de kozijnen en alles opmeten. Ik zei binnen of buiten? Ze zei binnen. Ik zeg nee. Ik zei dat kan niet. Ik zei dat moet we zelf betalen. Precies. Ja. Precies. Als u het niet zeker weet, hè, kunt u altijd de HW Wonen bellen. Ik heb hier een voorlichtingsmap over wat we eigenlijk verteld hebben. Hè. Onder andere er zit een foldertje in. Over die babbeltrucs. Ik ga deze zo meteen nog bij de buren in de brievenbus doen. Hè, want ik zag al dat de buurvrouw ook op een respectabele leeftijd is gekomen. Ja, ja. Als u uw buurvrouw treft en die begint hierover of begint er zelf over, dan heb je in ieder geval genoeg gesprekstof. Oké, dag. Dag. Staat daar een rollator. Dus dat betekent dat daar ook een senior woont. Dus ik ga daar ook nog even zo'n ding in de brievenbus houden. Gelukkig verkoop ik niet veel.